Je hebt ook iets mee om geld op te brengen. Iets voor de veiling, heb ik begrepen. Niet tastbaar, hè? Ik begrijp toch dat heel veel mensen toch heel fijn vinden om bij ons langs te komen. En we hebben een enorme wachtlijst altijd voor het publiek. En vandaag Insight? Vandaag Insight, ja. Of de oranje winter, zoals deze periode gegeten heeft. Ja. En mensen vinden het ook wel eens leuk om dichter bij Johan en René te komen. En dat ze ze even aan kunnen raken enzovoort. Misschien even met ze op de foto kunnen. Dus ik wilde een arrangement aanbieden. Ja, ik las dat het voor 2 mocht zijn. Maar voor mij betreft 4. Maar mag het er ook 10 zijn, okay, hoor. Dus we kunnen het nog groter maken ook. Maar dan moeten mensen wel meer gaan bieden natuurlijk. Dus we beginnen eerst met 2. Heel goed. Als mensen door willen bieden, dan kunnen we naar 4 en naar 10 toe gaan. Dat is heel belangrijk. Ja, maar dan een meet and greet. En mensen achter de schermen laten kijken. Studio bekijken. De regie even bekijken. Eindredactie even bekijken. Johan en René aanraken. Nou ja. Mag je dan even aan de snor van Johan zitten? Nou ja, als er heel goed geboden wordt, kan er ook aan de snor gezeten. Ja, dan kan de snor er ook nog bij. Ja. Er zijn een paar mensen in Nederland die gaan even extra rechtop zitten. Dat kan ik vooral dames op leeftijd, die worden nu heel vrolijk op. Ja. Die denken allemaal, we gaan even aan de snor van Johan zitten. En er zaten vroeger hele vervelende dingen tussen in die snor van Johan. Dat heeft hij van de week nog verteld. Oh, ik wil het allemaal niet weten. Nee, ik eigenlijk ook niet. Dus 3fm.nl/veiling. Als je een achter de schermen rondleiding en een meet and greet met de heren van vandaag in Zuid wil hebben. Dat is een hartstikke mooie veiling uit te brengen. Ja, we beginnen dus op 2. En als het dan door kan lopen, gaat het naar 4 en naar 10. Ja, dus als je denkt, ik wil nog meer, heb je speelruimte.